campagnebus van het GroenLinks gestapt. We mochten even op tour mee vanwege tijdsgebrek op de PCC, waar net het interview met Femke Halsema is vastgelegd. Maar ja, dit is de bus. Ik denk dat Femke Halsema zo wel met de chauffeur aan komt. En dan gaan wij dus even flink aan de tot. Nou is het natuurlijk Zeeland een redelijk grijze provincie. Ja. Er wonen natuurlijk nog wel jongeren, maar ja, ik neem aan dat de politiek die ook hier wil houden. Wat is het plan van GroenLinks op dat gebied? Nou, zorgen dat het onderwijs heel erg goed is, ook hier in Zeeland. Ik denk dat de Roosevelt Academy ontzettend veel betekend heeft voor Middelburg. En eigenlijk zou je de mogelijkheden van Middelburg als universiteits- en hbo-stad verder moeten verkennen. Riding in the bus down the boulevard and the pace was pretty packed. But I see so had to stand with the perverse in the back. Op het gebied van jongeren dan? Op het gebied van jongeren. Nou ja, kijk, wij strijden voor betere jeugdzorg. Wij vinden dat jongeren niet alleen als probleem erkend moeten worden, maar ook als gewoon een belangrijke groep in Nederland. Door ze bijvoorbeeld eerder stemrecht te geven, door ze veel meer te betrekken bij allerlei initiatieven, maar vooral door ervoor te zorgen dat hun schooltijd ook de beste tijd van hun leven is. It was smelling like a locker room, there was junk all over the floor. We're already packed in like sardines, we're stopping to pick up more. Dus als jongeren nou op GroenLinks willen stemmen of blijven, wat kunnen ze dan verwachten als ze dat doen? Dat je een partij hebt die een echte jongerenpartij is. Laat ik je ook zeggen, op 7 staat iemand van 23. Niels die net wegrijdt, onze boerenzoon die toekomst zoekt, is 23. We hebben nog een geweldige jongen van 22. Bij ons zijn de jongeren zelf actief. Ze maken beleid, ze doen politieke voorstellen. Dus bij ons kun je goed terecht. Another one rides the bus. Another one rides the bus.